dames en heren, en heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb laatst een keertje opgegooid in de vlog of jullie het leuk lijken als ik een postbus zou openen onder de naam Huizen Knol en dat jullie dan spulletjes daarheen kunnen sturen die wij gaan openmaken in aparte video's, fanmail video's, zo zou ik het dan noemen. Fanmail video's, Huizen Knol en dan bijvoorbeeld aflevering 1, 2, 3, 4. Nou, heel erg veel mensen waren er enthousiast over. En ik ben dat nu aan het regelen en dat gaat goed komen. Alleen ik wil jullie één dingetje vragen. Willen jullie alsjeblieft, hoe lief het ook is, want dit is echt absurd. De meesten weten dat ik ondertussen Pokémon kaarten verzamel. En Mace, die heeft mij zojuist 3 Pokémon, of nou meer eigenlijk. Die heeft mij een paar Pokémon kaarten gegeven. Mijn lievelings Pokémon, namelijk Pikachu. Dus Mace die heeft deze online voor mij besteld. Die gooide die net voor mijn neus neer toen ik dit allemaal aan het uitpakken was. Echt super lief. Dus ik heb een paar nieuwe Pikachu Pokémon kaarten die ik in mijn verzamelmapje kan doen. Echt ontzettend tof, want dit was de enige die ik had. De rest die zijn allemaal nieuw voor mij. Dus daar ben ik mega blij mee. En waar ik natuurlijk ook mega blij mee ben, zijn jullie creaties die ik in de post krijg. Een eigen Pikachu kaart. En dit zijn allemaal Pokémon kaarten. En dit zijn ook allemaal Pokémon kaarten die ik op mijn thuisadres gestuurd krijg. Nogmaals, hoe lief het ook is, stuur alsjeblieft niks naar mijn thuisadres. Want het is echt bizar. Mijn brievenbus die zit prop en prop en prop vol. En dat is niet de bedoeling, want ik heb ook andere post die belangrijk is. En anders gaat dat vergeten. Dus ik ga een postbus openen. Komt goed. Ik ga jullie daar binnenkort meer over vertellen. En als ik dat eenmaal allemaal geregeld heb, dan laat ik jullie de postbus weten. En dan kan je daar al je creaties en spulletjes naartoe sturen. En dan maken wij dat open in de video's. Ik heb deze ook binnengekregen. En Myron die zegt, Enzo, daar sta jij in. Als het goed is wel, ja. Zo lullig zijn ze nu niet zo is. Dan gaan wij eens eventjes bladeren totdat we mij tegenkomen. Hey! Dat ben ik! Dat is Enzo Knol! Ja hoor, inderdaad. Ik sta erin. En kijk eens eventjes. Die is mooi. Lekker hoor, met de nieuwe KP windjacket. Echt super sick. Ik had deze laatste ook aan in de vlog, maar dan in het zwart. En de zwarte en rode staan nu op knolpauw.nl. Super sick. Oh, echt heel erg nice. Leuk. Echt heel erg nice. Cool, ben ik trots op. Echt heel erg sick. Ja, nu ga ik even de rest van al deze pakjes en alle dingetjes openmaken. Maar ja, jullie weten wat ik heb gezegd. Postbus komt eraan. Maar ja, ik ga nu stiekem wel echt even heel erg genieten van deze kaarten. Oh my god. Zo sick. Wel geinig wat voor nieuwe hobby's je erbij krijgt als je in quarantaine zit. Hè? Allemaal nieuwe dingetjes waar je weer mee bezig bent. Dingetjes van vroeger die weer terugkomen. Echt super leuk. A few moments later. Heb je nou hetzelfde jasje aangetrokken? Heb jij nou hetzelfde jasje als mij aangetrokken? Wat is dit nou dan? Ik zie het nu pas. Jij, ik had hem eerder aan. Nee, wel, ik had hem eerder aan. Nou, maar ik had jou nog niet gezien met de jasje. Wel? Nee. Wel? Nee. Wel. Deze is mij niet opgevallen. Ja, dan kijk je niet goed genoeg naar me. Jongen, jongen, jongen. We hebben hetzelfde jasje aan. Hij is leuk toch? Ben je er klaar voor? Wel, jij ook? Ja, ga jij rijden? Ja. Weet je nog wat er gebeurde toen ik reed? Ja. Oh, daarom wil je dit. Nou, top. Gaan we? Voor de mensen die niet... Waar ga je heen? Waar ga je heen? Wat ga je doen? We moeten naar het dorp. Waar ga je heen? Shortcut. Shortcut? Ja. Ik heb helemaal geen zin in kut. Ik bedoel shortcut. Myron, wat ga je doen? Myron, oh hey, verdomme! Hey. Hey! Hey! Lekker ding! Hey, wie is dat? Alles goed? Zeker, met jullie dan? Ja, zeker, goed. Zet je me nou weer appjes te sturen? Ja, hey schatje, waar ben je? Jeetje, nou hier ben ik. I pull up! Yeah! I pull up! Heb jij het dansje al gedaan? Nee. Het TikTok dansje? Ik heb hem je wel gestuurd, je zou hem zo doen! Nee, wel nog even doen, hè? Vandaag. Die pagina is al meer dan 6 miljoen keer bekeken. Echt? Met de hashtag Lambo Dance. Ja, het is echt bizar. Dus. En misschien, ja. Misschien doen we de volgende keer wel de hashtag Volkswagen GTE Dance. Ze heeft een nieuwe auto, wat vind je ervan? Is deze jou? Ja. Oh, sick. Ja. Ik dacht dat het voor je vriendje was. Nee. Nee, maar ik heb deze auto ook niet, dus hij kan ook niet voor mij zijn. Doe het! Auw, je ging maar klaar. Is toch grapje? Ah. Maar echt sick, hé. Wow, helemaal blauwe strepen en zo. Oh my god. Ja, dat is echt sick.
Wow, echt vet. Ja, je had eerder zo'n Abarth. Ja. Ja, die was ook apart. Maar deze is echt sick. Ja, echt nice. Cool, man. Cool, hè? Ja, sick. Wow, wij hebben ook een nieuwe ride. Ja. Dat is ook vet. Wat voor merk is dat? Dit is John Deere. Zo, dit is John Deere. Vol. Oké, we gaan nu onderweg naar de winkel om ingrediënten te halen voor een taart. Haha, leuk. Ja, vind je leuk, hè? Ja, nee, top. Ja. Maar ik heb twee opties. Want vanochtend waren we er eigenlijk al soort van over uit wat voor taart we zouden maken. Maar toen kwam ik dit tegen. Ja, want je eerste optie was een red velvet cake. Ja. En dan knolpower stijl uiteraard. Ja, dan bovenop een knolpower logo. Of ja, we maken dit en dan kunnen we alsnog het knolpower logo doen. Wow, dat is rainbow. Ja. It's a rainbow high in the wat sky. Wat denk jij, Kim? Wow. Rainbow of red velvet, dus dat is dan gewoon alleen rood. Die. Rainbow, sowieso, hè? Ja, duurt wel rainbow? Lang, hè, ja. Nee. Met al die laagjes moeten apart. Maar heb je dan, waarmee doe je dat dan? Glazuur of nee? Nee, met kleur. Met verf. Gaan we lekker verf eten. Met kleurstof. Goed, doen we de regenboog. Ja? En ja, dit, nee, dames en heren, is gewoon puur. Omdat de vorige keer toen ik taart ging bakken, lekker met de meiden. Toen deden jullie meer dan 80.000 duimpjes omhoog. En Myron die kwam de hele tijd heel irritant in beeld. Hebben jullie de video al geliked? Want bij meer dan 50.000 likes gaat Enzo weer een taart bakken met de meiden. En toen kwam ze 5 seconden later weer omhoog. Hebben jullie dat blauwe duimpje omhoog al gedaan? Dus ja, meer dan 80.000 duimpjes omhoog. Echt bizar. Maar ja, belofte maakt schuld. Dus we gaan nu ingrediënten halen. 80.000 likes, Enzo. Ja, misschien zijn het er nu ondertussen wel meer. Maar we gaan nu ingrediënten halen voor dus een regenboog velvet cake. Heel sick. Ziet er wel vet uit en ik ben benieuwd of we hem net zo kunnen maken als op de foto. Want bij mij is het vaak, het idee in mijn hoofd is geniaal, maar de uitvoering is verschrikkelijk. Maar ik ben nu lekker met de meiden. En de meiden die hebben meestal wel een hele goede uitvoering. Dus, nu is er nog een extra meid. Nu is er nog een extra meid bij, dus... Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat straks. Oké, jongens. Voor dit recept hebben we baking soda nodig. Wij hebben nu net afgesproken dat als Enzo, als hij dit ziet, Afrika baking soda gaat zeggen, dan komt er een bak editie 3. Dat weet hij niet, maar dat gaat komen. En dat hebben we nu opgenomen voordat we gaan bakken. Dus hij gaat dit zo pakken straks. En dan, baking soda, Afrika baking soda. Dat gaat hij sowieso zeggen. Dus let maar op. A few moments later. Hé, hey, was je lekker aan het zingen? Ik kreeg een lemon in mijn kapkar. Pistool aan mijn kapkar. Pistool aan mijn kapkar. Oh man, ik schrok echt heel erg. Ja. Dat heb ik lang niet gehad, dus ik schrok dat je dan zo'n soort van elektrische schok door je hele lichaam kreeg. Lekker hoor. Jeetje, jullie zien er echt knap uit. Ja, maar door het licht. Ik zou hier dan ook al. Ik heb het over mijn eitjes. Kijk, this doet. Is a shout-out to my ex! Woehoe. Aha, leuk! Leuk! Rara, waar zou Myron vandaan komen? Leuk! Waar is Myron? Oh, de lift gaat omhoog! Hey, daar is Myron. Er zit hier zo'n lift zo. Ja, hier de verdieping. Ja, helemaal top. In ieder geval, ik ben weer lekker met de meiden. En nog een meid achterin. Wat een pieping in de bag. Oké, wij gaan vandaag een lekker taartje bakken. Maar nu is de vraag, wat voor taart... Oh nee, dat heb ik net al verteld. Oh, jullie weten dat wij een velvet cake gaan maken, maar dan regenboog. Maar nee, het is geen velvet. Ga eerst even een slokje drinken nemen. Hij doet het ook gewoon, we hadden het er net over. Hij neemt gewoon een slok van het vanille extra. Is dat het drinken? Ew. Ja, het is wel heel sterk. Ja, wat denk je? Het is siroop. Het is heel sterk. En dit is? Hadden jullie het er serieus over? Ja, ik deed voor de grap deed ik zo naar Kim, Slokie! En ik deed zo. En zij zei, doe dan. Ik zei, nee. Neem hier zelfs dat van, man. Ja, dat is serieus lekker gewoon. Nee, zonnebloemolie! Waarom luister je daarnaast, sukkel?
Wat als je zonnebloemolie doorslikt dan? Ga je dood. Ja, tuurlijk niet. Je wilde mij dood maken! Verander je in een kind. Mama, die kon toch niet zo onschuldig zijn, hè? Nee. Ja, maar we hebben ook een taak voor Kim. Wat gaat Kim doen dan? Zij gaat tussendoor jou vragen stellen over bakken en koken. Daar weet ik alles van. Daar weet ik alles van. Dus Kim, gooi je eerste vraag hier naar. Ja, maar dit is... Nee, dit heeft niks te maken met koken. Maar iets anders. Je huisdier is jarig. Wat doe je? Oeps, je bent het vergeten. Niks dus. Je geeft je huisdier een extraatje zoals een lekker snoepje. Of je houdt een fotoshoot en post op Insta dat je huisdier jarig is. Oké, Sok is dus vandaag jarig. Nee. Oh, dat dacht ik. Ik dacht ik ben de verjaardag van Sok vergeten. Nu komen we erachter wat jouw lievelingstaart is. Nee, ofzo. Welke taart jij bent. Oh, welke taart jij bent. Daar komen we achter. Als je al deze vragen beantwoordt, dan weten we wat voor taart jij bent. Echt? Is dit een taartsvraag? Ja, dus welke kies je? Hij is al even vergeten. Ja. C. Hij kiest C. Okay. Jij maakt sowieso een foto van Sok en zet het op Instagram. Op haar Instagram en jouw Instagram. Ja, of hij heeft vergeten. Hij dacht nu ook al dat. Ja, ik heb die ingevuld. Ik kies voor C. Ik zou een foto maken en posten op Instagram. Precies. Oké, okay, wat is stap 1? Dat doet Nicole weer. Mama Nicole is weer de... Oké. Okay. We gaan eerst zeg maar de taart maken en daarna de boter temmen. Is goed. Oké. Okay. Vet de zijkanten van de springvorm in. Super. Moet ik de boter weer bij de zon houden? Ja, die is al zacht. Is die al zacht? Ja. Oké, top. Goeie schoon. Leg een vel dak. Niet zoveel! Ik dacht gewoon, dat zit toch hierin? Dan moet je het gewoon zo pakken. Want hier komt een bakpapier op en dan moet de oven aan. Oh, dit wordt echt veel moeilijker, hè? Alleen de zijkantjes. Oh, alleen de zijkant, niet de onderkant. Hey, waar komt een bakpapiertje op? Ja, dat had je eerder moeten zeggen. Dat zeg ik niet. Oh. Je luistert weer niet. Maar waarom doen we niet eerst bakpapier en dan pas de zijkant? Dat wil ik. Klik hem maar open. Klik hem maar open. Laten we deze erop zetten. En dan knippen we het uit en dan kunnen we hem precies erin leggen. Ja, maar je kan hem ook gewoon zo rondzien. Hoezo rondzien? Dat is toch niet handig, want nu zit hij helemaal bedekt. Dat is pas. Oh shit. Gaat er altijd mis met jou? Hé, hey, dit is zo'n... Ja, hij is kapot. Nee, kan nog wel. Hoe kan dat? Nou, door dit. Oh shit, hé. Nou, buig hem maar terug. Buig hem terug. Ja, moet je een beetje recht. Hop. Hier. Ja. Hier. Het kan nog. Zal ik het nog een keer doen? Nee. Oké, okay, klaar. Deze moet erop. Die moet erop. Moeten we nog meer voor dit hebben? Nee, Enzo, dit is de laatste. Ik zeg dat net tegen jou. Oei, ja, als je die kapot hebt gemaakt, dan heb je geen bakpapier meer. Dit moest toch daarin? Ja, dan moet je hem toch open doen. Ik doe dat toch daarin? Oei, joh, je bent echt boos. Ja, omdat dit de laatste is. En ik zie dit alweer voor me uitstellen. We moeten naar de winkel. Over een uur komen we bij jullie terug. En hoe hebben we nu gedaan? Oh, slim. Oei, joh. Dan kun je alsnog die zijkantjes eruit knippen. Voor die plakjes. Ja. Zo, kijk hoe goed dit gaat. Maar dan moet je eigenlijk meer bakken. Stil even, Marvin, dit is mijn moment. Ik denk dat we ook gewoon maken. Nicole. Wel genoeg zo, hoor. Ja? Oh, sick. Oh, hier ook nog. Maak maar twee taarten dan. Meerdere, hè? Moet allemaal op elkaar. Pak die nog. Woe! Lekker invetten! Hey, allemaal goed insmeren, hé. Hey. Nu maandag gewassen met boter. Oké, okay, wat nu? Is alle boter nu ook op? Nee, zit daar weer in. Lekker. Ik heb hier nog extra boter, kijk. Kim, heb je weer een vraagje? Je bestie geeft een feestje voor haar birthday. Wat is jouw outfit? Je houdt van over de top en kiest daarom voor een mooie glitter item. Een casual jurkje vind jij het leukst, gecombineerd met mooie sieraden. Of een simpele jeans met een leuk blouseje of t-shirt. Een simpele jeans met een leuk blouseje. C. Niet glitter? C. Nee, C. Oké, okay, wat nu? Oven, voorverwarmen, 170 graden. Ik heb helemaal vet. Ik heb helemaal vet gehandeld. Oh, je hebt echt vet. Zo. Oké, okay. Handen wassen en dan de oven aan. Nee! Kappertje, wat vind je hiervan? Kijk, met boter. Het is weer een boter. Het is goed voor je haar, hè? Zie je, is goed voor je haar. Boter nee, is goed voor je zelf. Tuurlijk niet. Niet? Ik geloof er ook gewoon. Een ei erbij is ook wel goed, hè?
Oké, luisteren weer naar Nicole. Handen wassen en dan over 170 graden. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, geen enkel probleem! Ze piepen dan. Laten we mensen alles doen of zal ik gewoon over? Nee, je gaat mij niet alles laten doen. Oh, het is toch een taartbakken met de meiden? Ik hoef toch niet alles zelf te doen? Ja, maar iedereen heeft een taak. Ik lees het voor. Oké, ik heb hem over op 170 graden gezet. Oké. Save de bloem. Save de bloem. Dan ga je naar options. En dan save. Onder welke naam moet je hem saven? Taart. Taart. Oké, taart. Taart. Oké, save. Ik heb een save nodig. Hup, hup. Myron, save. Oh, overgegaan. Dit was de laatste melk, hè? Ja. Ja. Nee, moet je naar de winkel. Serieus? Meen je dat? Ja. Dit was het laatste melk. Echt niet. We hebben precies afgewogen, gemeten. Nee, dit is niet zo. Jawel. Nee, je lult. Nee, het is volle melk. We hebben speciaal gekocht. Echt? Dus lege melk. Nee, je lult. Nee. Was het volle melk? Ja. Ik drink alleen halfvolle. Ja, dat is toch echt een. Ik heb ook echt een vol gevoel. Nee, jullie lullen. Wat denk je? Dat wij 3 pakken melk kopen? Hier! Nee, dat is toch geen volle melk? Het is halfvol. Ja. Hij is nog echt halfvol ook. Ja, volgens mij heb ik dit gedronken. Ja. Echt? Maar dat is toch helemaal niet goed? Waarom niet? Ja, ik weet niet. Drink vanaf kleins af aan een halfvolle melk. Volle melk zit. Ja, maar mijn lichaam herkent dit niet. Oh shit. Mijn lichaam herkent dit niet. Oh shit. Stop! Stop! Okay. Je weet toch niet hoeveel? Jawel, hij zat bijna helemaal vol. 340 milliliter. Kijk, als we deze nog meer melk! Deze doen we hierin. Nee, ja. Dan kan jij deze goed doen. Ja, ik was natuurlijk. Nee, dit kan je nog opdrinken. Laatste nee, ik, mijn maag is helemaal verslag. Oké. 7 ga je net als de vorige keer even doen, zo leuk! Hé, ik ben even zo! Beetje! Oké, wat moet 7? Bloem. Nee. Jawel! Kijk, of zo! Als je dit zo doet. Nee. En dan. Kijk, ik druk hem erin. Hierin. Oh, ik wou bijna daar doen. Kijk, ik druk hem erin. Wow! Uitvinding van het jaar. Stop. Soms heeft hij echt twee linkerhanden, hè? Nou, zo, ik doe toch met links en rechts nu? ik kijk dan, ben tegelijk bezig. Bobbelen. Schudden met die zeep van links naar rechts. Het is niet echt, kom op. Doe het. Het is niet echt. Je bent de achtergronddanseres. En dan moet je hier 2 eetlepels van. Baking soda, aka baking soda. Ja! Yes, we gaan nog een keer bakken. Wat is er? Wat heb ik hier al terug gedaan? Ik heb van tevoren een stukje opgenomen waarin ik zeg, jongens, we hebben baking soda. Als ik dit aan Enzo geef, dan gaat hij sowieso zeggen, ik heb baking soda. En als hij dat zegt, gaan we nog een keer bakken. Nee, echt? Ja. Heb je dat echt gezegd? Ja, echt. Ik heb dat opgenomen, serieus. En je zei het. Je zag het, ik heb baking soda. Ja, maar als je dit ziet, dan wil je dat nummer toch zingen? Dat doet toch iedereen? Baking soda, Aiko, baking soda. Zie? Nou, dat is leuk. Ja, dat weet ik niet hoor. 100.000 likes. Nee, je doet normaal. Ja, dat is te veel. Ja, daarom. Nee, dat is te veel. Oké, wat nu? Oh, dit moest er mee... 1 theelepel. Ja, dit moet er wel echt gebruiken. Niet zoveel. 2 kleine. Maar wat is dit? Dit is toch een soort wasmiddel eigenlijk? Ja. Doe maar 1. Ja, of 1 grote met een... Nou, die en dan nog een klein beetje erbij. Ja, dit doe ik serieus. En waarom de rest niet dan? Omdat dat baking soda is. Ja, moet je serieus mee omgaan, hè? Oké. Zo. Nee, je moet die cooking doen dan. Baking soda. Doe je kastje open en dan pak je wat zo. En dan pak je het duimboog. Nee, ik laat het staan. Oké, nu? Mix de eieren met de olie. Vanille. Niet met mijn handen, toch? Nee. Oh, met de mixer. Waar is de mixer? Oh, die melk komt naar boven. Ja, serieus. Mijn lichaam is het niet gewend. Die ziet nu in één keer volle melk. Die denkt, error. Wat is er mis? Oké,
kun je deze gebruiken? Oh, dit is zo'n ouderwetse. En hier zal ik dit doen. Hier ga jij. Nee. We gaan taartje bakken. Ik ben een beetje bang. Vooral. Oh, turbo! Turbo stand. Hey, turbo polyp. Eject. Oh. Holy shit. Een soort parachute ging dat uit. Wil je deze bij de was gooien? Gadverdamme. Ja, nasty. Heb je je kom mee afgeveegd of zo? Moet je kijken. P-O-E-P-poep. En bruine chalai. Met kloontjes. Ja, hier zit echt wel... Ah! Oh, zo, dat voel je als je hem kapot bijt. Gek, hè? Kijk, hij zit op mijn vinger. Oké, waar moet deze in? In stopcontact. Hoe moet ik mixen? Eieren? Ja. Olie. Deze eieren, alle vier. Moeten hierin. Alle vier. Oh, maar dat vind ik leuk. Zonder stukjes. Au. Hij ging niet. Oeh, auw. Op mijn neus. Oh, dat doet ook pijn. Oh. We hebben hem al gekookt. Echt niet. Echt niet. Oh, jeuk. Auw. Doe dat veel te zachtjes. Nee. Ah, zie je? Dat was het. Loop. Zo, dit is perfect. Verdomme. Maar het zat er wel bijna allemaal in. Ja, het zat er allemaal in. Het zit er allemaal in. Allemaal. Bijna allemaal. Weet je dit echt? Dat is 3. Dit is de polstechniek. Hoe doen ze in Polen? Vanuit de pols. Wat nu? Olie erbij. Olie erbij. Is dit vanille? Au! Oei, wat doe je? Knie tegen het kassie. Je hebt net daarvan gehoord. Oh, dit. Nee, heb ik daarvan. Sapsalinslokje. Ik dacht dat dit azijn was. Nee, het is olie. Zonnebloemolie. Oh, zonnebloemolie. Ja, vraag me niet waarom dit in het recept was. Alles? Ja hoor. Alles heb ik niet al gedaan. Oké, zonnebloemolie. De zit melk. Erin. De melk. Deze of deze? Deze. Of deze en deze. Wow, dat is satisfying. Ja, dat ziet er vet uit. Dat ziet er heel vet uit. Die bolletjes. Gaaf, hè? Dat gaan we even aan jullie laten zien. Gaaf. Wow, check die bolletjes hierin. Het ziet er heel satisfying uit. Zag je dat? Kwam een bolletje omhoog. Oh, gaaf. Oké. Ik zet hem terug. Ik wil verder. Is leuk. Hashtag leuk met de meiden. De vraag. Je hebt feestversiering nodig voor jouw feestje. Wat koop je? Oké, 1. Je koopt basic ballonnen in een paar kleurtjes. 2. Je kunt beter vragen wat je niet koopt. Ballonnen, confetti, slingers, glitters. Noem het maar op. 3. Je koopt een aantal slingers en ballonnen met confetti. 4. Je koopt knolbouw feestartikelen die nu op knolbouw.nl staan. Ja, correct. C dus. Ja. P-O-E-P-pop. Brandje lelijk vloeibaar. Dit gaat echt lang duren, hè? Zijn we nog niet op de helft? Nee, serieus? Mijn energie raakt langzaam op. Grapje! Nee, even serieus, wat moet ik nu doen? 2 eetlepels van die. Twee, hou jij hem vast? Twee eetlepels. Oh, dat is toch? Oh, sorry hoor. Deze stop maar. Oké, genoeg. En nu moet je dit mixen. Dat is echt lekker. Lekt ook erbij. Die zijn mond eraan. Alsof je zo'n hoestdrankje neemt. Ja, maar dat vind ik lekker. En dit moet gemixt. Ja. Dit mixen. Ja, doe maar in de bak. Yo, gooi het in de mix. Vanavond tijd voor Netflix. Gaaf. Yeah, hashtag gaaf. In de wasbak. Heb je, hey, wat is dit nou? Heb je wel eens gezien van die filmpjes dat het zo vast zit in iemands haar? Ja. Hoezo in de wasbak? Dat we jou haar niet vertrouwen. Jawel, kan wel. Nee, Enzo, jij doet het in de wasbak. We doen eerst deze 2 keer om Nicole. Kijk, we gaan nu. Marvin! Kom, we gaan nu. Nicole gaat mee. Als ik pies. Oh, hoe kan dat nou elke keer? Ik voel me wel een beetje beklemd zo. Oh. Ik heb meteen turbo!
Jij zegt wanneer het goed is. Oh. Geen is dat goed zo? Dat staat niet in het recept. Ja, dus ik zou nog wel even een beetje doordoen. Ah, weet je zeker? Ja, een beetje luchtig maken. Helemaal super! Oké, volgende stap. Boter. Waarin, daarin? Hierin. Allemaal? Ja. Wow! Snufje zout. Een snufje zout? Ja. Dan moet je eerst even testen wat een snufje is, hè? Draai die top al af, joh. Ik heb nog mooi zout gebruikt hier in huis. Hoe doe je dit? Even serieus. Ik na. Ja, draai. Nee, 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 nee. Zout? Just, oh! Ja. Oh! Wat is een snufje? Zo? Een heel klein beetje, ja. Perfect. Super. En waarvoor is de zout? Voor de smaak. Goed zo. Oké, en nu suiker. Wordt het smaakvoller. Suiker. Jezus, wat een berg! Dit gaat dit er echt allemaal in? Yep. Ja, en dit ook allemaal. Die drie. Nee. Dit is echt alleen voor dit en dat is voor de... Er gaan drie bussen poedersuiker in. Ja. Daar meen je? Ja. Ja, het is echt heel erg. Maar echt heel lekker hoor, dus. Ja, oké. Okay. Dit is zo, hé, wekkertje. Oh, dat is jammer. Mama belt. Yo, mam! Nee! Mam. Dat is je wekker, zeg je zelf net. Kom op nou. Kom op nou. Wat mixen, mengen. Met mijn handen? Ja. Oh, met de mixer. We hebben een mixer. Yo, dit is versie 2. We hebben geïnvesteerd in een mixer. Lekker met de meiden mixen. Yo, dit is een remix. Ik ga er de suiker niet uitvliegen. Oh shit, alles vliegt eruit. Doe maar met de handjes dan. Oh shit. Ik heb een deksel nodig. Een pannendeksel. Waarvoor? Ja, dit is mijn brein. En mijn brein geeft mij een teken door voor een heel goed idee. Ja! Ja! Ja, nu kan wel bakken hoor, hij doet maar alsof! Hoe hebben jullie dat gehoord, pannetjes? Dat is toch vies, joh, die moet gewoon in de vaatwasser. Godverdamme. Godverdamme, man, allemaal dikke poep. Komt ie, kijk. Ideaal, hè? Woeie! Ja, dat hebben jullie nu gedacht, hè? Oh! En turbo voor je! Wat doe jij? Oh joh, mijn vinger komt tussen dat fucking ding, joh! Oh joh, joh! Wat is dit voor stroom, dit? Yo, die turbo is gevaarlijk, ouwe. Serieus, die turbo is echt super gevaarlijk. Yo, je moet echt niet... Jij bent je slim idee altijd. Serieus, we leggen dit ding weg. Ik durf niet. Nee. Wat moet je doen? Eject. Ik ga kneden met de handen. Maar moet echt bijna mijn vinger eraf, gek. Hij moet romig worden, hè. Dus je gaat echt flink moeten kneden. Moet geen bal worden. Nee. Oh, romig? Dat is een soort vanillevla, toch? Een soort vla, dat is romig, toch? Nee, maar het moet gewoon echt gewoon niet een harde klont worden. Nee, maar dat kan wel. Je doe maar gewoon wat. Holy shit, hé. Ik was bijna mijn vinger kwijt. Dat is niet normaal, jongen. De turbo is echt heftig. En dan later, opa, hoe bent u uw vinger kwijtgeraakt? Gebruik geen turbo, kind. Ja, nee, maar dit was sick. Maar echt serieus, ik dacht dat ik zo'n goed idee had, hè. Zie, dit is romig, hè, nu. Ja, bijna. Het hele ijsje even tijdens het bakken? Ja, we hebben toch helemaal geen tijd voor? Jij bent aan het bakken. We moeten dit erbij en dit erbij. Oh nee, moet dat allemaal erbij? Ja, maar nu... Kijk, nu kan ik weer de mixer gebruiken, want nu is het te romig. Snap je? Dus ik ga eerst mijn handen wassen. Wow, alleen mijn suiker. Lekker. Ik ga me klaarmaken voor de mixer. Kijk ze nou staan dan, hoor. Alle drie lekker ijsje eten. En ik maar met de mixer, hè. En ik maar risico dat mijn vinger bijna eraf is. Oké, deze heb ik nodig. Deze neem jij mee, deze neem ik mee. Dit moet al roerend erin. Kloppend is het eigenlijk. Kloppend. Mixend. Oké, komt ie, ja? Gewoon standje 1, standje 2. Turbo niet gebruiken, mensen. Nee. Turbo blijf je vanaf. Kijk, standje 1 is al hard, hoor. Standje 1. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja, hoe kan dat? Dat ding zit los. Niet goed, hoor, dat ding. Oh, wacht. Je klikt ze erin en dan moet je draaien. Dan gaat hij op slot. Ja? Ja, dat heb je niet gedaan. Volgens mij is dat ook niet zo. Oh, dat ding is toch kapot.
Ja, dat ding is kapot, joh. Omdat jij draait. Ja, maar dat doen we gewoon met eentje. Kan ook. Ja, toch? Duurt alleen wat langer. Nou, we hebben al de tijd. Hoe hou jij? Kijk. Heb ooit wel eens een mixer gezien met één ding? Bij mij in de vlog krijg je alles te zien. Jeetje. Oké, we doen nu dit erbij. Niet, ik zou eerst vloeistof doen, ja. Oh, dat is wel moeilijk mee. Ja, mis je vriendje. Moet jij een beetje vloeien? Ik moet zeggen, dat doe je keurig. Keurig. Helemaal super. Keurig. We gaan het beter. Mag wat van die rommel? Rommel. Ja, super, super, super. Oh, kijk eens even. Dat is zeker, dat is meer van, hè? Ja, ja, ja. Lekker met de meid, appeltaart. Oh nee, hoe heet deze cake precies? Regenboogcake. Regenboogcake. Maar dat is helemaal geen taart dus. Taart. Regenboogtaart. Oh, regenboogtaart. Ja, daar zat waarschijnlijk een stuk van het bord erbij. Jij kan nooit normaal doen. Hoe een stuk van het bord? Hoorde je dat? Ja, dat hoorden we allemaal. Ja, het is gevaarlijk. Wat was dat, joh? Als iemand morgen dood is door een stuk glas in zijn lichaam. Nee, wat brak daar een stuk af? Dus haar reinschulp. Ja, hier! Ah, verdomme! Ja, uh-oh. Kijk, dit moeten we nu zoeken. Ja. Nou, er was al één stukje af. Oh, echt dit stukje? Ja, ik hoop het. Oh, dit vind ik gevaarlijk. Nou, ga maar middelmixen. We komen later wel tegen, denk ik. Ja, nee, ik zit wel goed, hoor. Klaar. Proef maar eens even wat je het lekker vindt. Oh ja. Is lekker, hè? Ja, is lekker. Oké, okay, top. We hebben het. Room. En wat nu? Moet het in 6 delen verdelen? Ik heb hier al 2 bordjes. We moeten 6 delen verdelen? Ja, want we hebben 6 kleuren. Zes kleuren, joh. Komen die gewoon rood, wit, blauw? We gaan van deze kleuren kleurtjes maken. Dus dat wordt blauw en dat wordt paars en dat wordt zo en dat wordt groen en dat wordt geel en dat wordt rood. Mag ik groen? Oké, nu moet je dit beslag hierin verdelen in 6. Oké, in 6 stukken. Jeetje, dat heb je goed verdeeld. Hoe gaan we de kleuren dan? De kleurstappen door. Oeh! Oh, dit wordt gaaf. Oh ja, dat gaat hard hoor. Moet niet te veel, dames. Oh, dit moet paars zijn. Wat? Dat is ook een beetje rood bij. Ja. Zo, dit is wel sick hoor, hè, mensen. Ah, oh, er moet nog veel meer rood bij, joh. Veel meer, joh. Kijk, dit heeft hij nodig. Kijk! Hoppakee. Oh, nice! Ja! Oké, voor mij is klaar. Is deze geel ook goed? Ja, die is goed. Oké, komt die. Geel en rood. Ik maak hem blauw ondertussen. Ja, kijk, we krijgen oranje. A few moments later. Zo, deze groen is vet, ja, hè? Ja, die is echt goed. Nice. Oh, kijk, hier hebben we een voorbeeld. Ah. Ja. Oké, dus we hebben rood, oranje, geel, groen. Wat is dit voor kleur? Dit is blauw. Dit is blauw en dat is... Ja, dat was paars, maar daar zijn we nog eens niet over uit. Dat lukt dus. Oké, maar we hebben hier in ieder geval 6 hele mooie kleuren. En deze moet ik nu hierin gieten en dan in de oven. Ja, en die ook. Toch? Allemaal. Ja, goed, allemaal, stuk voor... Oh, daarom hebben we 2, zodat we 1, 2, 3. Oké, maar dat gaat wel eventjes duren, want per ding moet ze ongeveer 20 minuten in. Yep. Oké. Maar dan kun je even je eigen ding doen tussendoor. Oh, fijn. Super, kan ik heel even pauze nemen? Oh nee, we moeten nog de crème maken ertussen. Nee. Ja. Ja. Er moet tussen die lagen moet nog een laag iets anders. Die moeten we nog maken. Super. Ik moet poepen. Je hebt spierpijn, toch? 3 kwartier lang. Oké. Leg eens even uit wat we gedaan hebben.
Nou, als het goed is, hebben jullie dat gezien. Oh. Hier zitten drie kleuren in. Daar zitten drie kleuren in. Want we hadden te weinig om het echt stuk voor stuk te doen. Want anders werden het echt mini laagjes. Dus we hebben het maar drie in deze, drie in die. Die gaan we nu in de oven doen. Zo. En hoe lang wil je deze beide erin doen? Dus we moeten 20 minuten, dus ik stel voor dat we naar 15 minuten even kijken. Ja, is goed. Hop. Hoppakee. Zijn we zo weer terug? Nou. Ja. Wat moet ik hiervan zeggen? Wat moet ik hiervan vinden? Maar de ene kant is de onderkant en de andere kant is de binnenkant. Dus op zich, ik denk dat het misschien nog gewoon goed is hoor. Ik weet niet hoor. Ondertussen heeft Nicole hier heel erg mooi mijn knolpolo logo gemaakt. Ja, dit is wel echt goed gelukt hoor. Van speculaas. Wat is dat? Speculaas. Marspijn toch? Marspijn. Ja, ik vind het echt lekker. Wat is nu de bedoeling? Deze lostrekken? Ja, serieus? Ja, ik zou wel even goed kijken dat die zijkantjes, als je denkt van hé, je zit er nog vast even. Nee, zit er niet vast. Ik ga hols maken. Is die nu breed? Ja, net als die appeltaart. Hier. En nu? Oh, hier, kijk. Hij is niet heel mooi, hè, van kleur. Deze ook. Ik denk ze is aan de binnenkant nog wel, hoor, maar ik twijfel. Toch wel een beetje twijfel. Wat is nu de onderkant, Nicole? Die. Ja. Dit is de onderkant. Waar gaan we op neerzetten zo? We hebben ook niet echt iets waar we op kunnen presenteren. Ik heb geen idee. Aan wie moet je hem presenteren? Kijk. Tuurlijk. We moeten taartje aan jullie presenteren straks. We hebben die. Ik dacht het al. Dacht je dat al? Ik dacht het al. Ja, dacht je dat al, Siri? Eén moeten doen en dan hier de jam tussen. En dan hier de botercreme en dan ook weer hier de jam tussen. Ik denk het niet, want dan snij je door de kleuren heen. Oké, dit, hoe doe ik dat erop? Gewoon zo. Is er nog ruimte over in de koelkast? Deze is echt te warm. Ja, is het te warm? Ja. Allebei dan? Ja, even snel. Oh, nou, we komen zo weer terug. Duurt minuten lang, hè? A few moments later. Oké, dit is veel beter. We hebben ze uit de koelkast gehaald. En nu moet dit hierop en dus de jam daarop. Ja. Oké, hoe gaan we nu dit daarop doen? Met een lepel. Gaan we dit over straks? Nou, ik wil het eigenlijk door het midden snijden. Maar we kunnen het ook hiermee erop smeren. Hiermee zullen we erop smeren? Ik zou het met een lepeltje doen. Maar hé, ik ben voor cameravrouw vandaag. Ik wil gewoon in één keer weten wat ik moet doen. Lepel. Wat gaat die lepel? Bij Enzo gaat het mis met een mes. Je smeert het er allemaal... Willen jullie wat slims weten? Als je het niet open krijgt, pak je mes. Het ziet er gevaarlijk uit. Ja, dan... doet hij het nu niet? Oh, je bent het wel. Dan komt de lucht bij. Dan komt de lucht bij. Ja, dat is slim van Nicole. Oké, dus dit helemaal zo overheen smeren. Ja, ook niet heel dik hoor. Oh. Dat moet ook nog van de buitenkant. We hebben ook genoeg zo te zien. Wat doe je dat weer goed en zo? Ja, ik ben echt serieus bezig. Mooi laag. Van mijne? Oh, prachtig. Nu zijkant ook? Nee, deze moet eerst daarop. Oké, gaan we doen. Deze wil je omgekiept hierop? Ja, nou dat is jammer dan. Komt-ie. Zachtjes, hè, dat hij netjes erop ligt. Zachtjes. Het is toch zachtjes? Zo. En nu? Dit weer daarop. Ja, maar nu kunnen we een mooi randje aan de zijkant maken. Dus snap ik niet. Dit er daarop dus? Ja. En ook aan de zijkant. Hij moet helemaal wit worden. Echt? Ja, en je moet wel zachtjes doen, anders komt dit dan telkens bovenop. Ja. Lijkt het jou een lekkere taart, Lars? Ik denk dat ik weet al hoe die proef. Nicole maakt het ook wel eens voor mij. Maar dit is niet mijn recept. Alsnog denk ik wel dat op lijkt. Want er zit ook altijd jam in en botercreme en deeg. En dit is jam, botercreme en deeg. Zoiets, ja wel. Toch? Ja. Ik vind het wel knap hè, dat Enzo dit nog steeds volhoudt. Ja, maar we hebben alweer een derde video, hè? Echt? Ja. Want ik had aan het begin van de video gezegd, als ik hem baking soda geef, gaat hij het liedje baking soda zingen. En dat deed zonder dat hij er was. Ja, als hij dat doet, dan gaan we nog een video maken. Oh, ik heb hem ook niet geholpen. Ik liep de kamer binnen en ik slak het zeggen en dan iets heel grappigs laten doen. Maar ik dacht, nee, ik wil eigenlijk wel een derde video. Ja. Hey, ja. Lekker bezig hoor. Er komt al een derde video. Toch Enzo? Super. Dan die keer mag jij kiezen wat voor taart we maken. Yes! Yes! Heb je al een idee wat je zou willen doen? Nee. Dat stel ik nog even. Wat is jouw lievelingstaart? Als die voor mij gemaakt wordt. Oké, is dit goed zo? Nou, ik vind het echt prachtig. Nou, het mag wel iets mooier, vind ik hoor. Doe je het zelf maar! Wow, dit is sick. Zo, dit is cool.
check dan. Ja, die is nice. Wow. Moeten we het nu weer in de oven doen? Ik wil niet zeggen dat je dom bent, maar dit was echt een domme opmerking. Hoezo, is hij nu af? Ja, dit is hem. Daarom zegt Miron dat dit zo mooi is. Sorry, maar ik vind deze taart echt lelijk. Ja, ik ook. Dat is die boterham. Je had het beter moeten strijken. Dat witte had veel gladder moeten. We kunnen dat gewoon nog verder doen, maar dan wordt het een dikke laag. Ik dacht, we moeten nog iets doen, joh. Maar is dit het? Ja. Nou, ze doen vaak toch ook dit helemaal eroverheen en dan... Ja, maar daar hebben we nu niet genoeg voor. Maar snij hem gewoon. Je mag het nu aansnijden. Dan kunnen we zien hoe de binnenkant is geworden. Ja? Het moment! Wat wil je, deze of deze? Ik zou die ribbeltjes doen. Ja? Ik wil niet door mijn logo heen snijden. Doe dan gewoon zo hierover. Ja, gewoon echt heel vervelend voor mensen. Ja, met, ik ga mensen echt te praten. Kijk, oh, hij is wel een beetje krokant. Kan dat? Komt-ie. Sorry dat ik niet goed snij, mensen. Je kan dat stukje hier wel even opzetten. Hier. Oké, regenboog, komt-ie. Wow! Regenboog! Woe! Toch wel een beetje, draai hem eens. Ja, hier, kijk. Ja. Kijk dit. Even naar het licht toe. Ja, ja. Toch wel een beetje regenboog, hoor. Nee, zeker wel. En knolpower, hè? Hij is wel schattig. Sick! Oké. Ik denk dat hij wel lekker is, hoor. Wat zei je? Ik denk dat hij wel lekker is, hoor. Ik ga even een vorkje pakken. En ik wil nog een vorkje. Zo. Zo, hij is veel suiker. Ja, dat hadden we van tevoren al gezegd. Ja, vind ik het gek. Kijk hoeveel erin ging. Deze hij is wel lekker, hoor. Ja, hoor. Lekker. Hij is lekker, hoor. Maar hey. Top, hè? Hey, heb je weer lekker gedaan, hoor. Top. Ja, ze gaan alles failliet. Ah! Hoi! Ja, het is me nu toch een beetje gelukt, hè? Ja, het is me toch een beetje gelukt. Hij was niet zo heel hard, maar hij was wel, hij was wel gelukt. Ja. Ja, we gingen namelijk even keukenrol halen. En even een pizzaatje, want ja, de dames willen heel graag sushi. En aangezien ze zo fantastisch hebben meegeholpen, ik heb het meeste werk gedaan. Ja, dan trakteer ik iedereen op sushi. Ja. En meeste die hebben pizzaatje. En meeste houden niet zo heel veel van sushi. Dus een pizzaatje gehad. Nou, ja, slim. Hoi, man! Domme! Ja, het ging beter, hè? Ja, deze schrok ik harder. Dubbel schrik. Yeah! Hallo! Dit is toch niet te geloven, hè? Dit is toch niet te geloven. Deze was wel goed bedacht. Ja. Je denkt, eerst laat ik je schrikken en dan heb je niks door, tenminste. Je verwacht nooit dat er een tweede moment komt. Precies. Wauw. Hey. Hallo. Hallo, schatje. Hey. Ja, je merkt wel dat Makia verandert. Want Makia die deed dit normaal gesproken nooit bij mij. Dat ze hier ook gaat liggen en dan aandacht gaat vragen. Nee. Dus je merkt wel... Ik kan buik, hoor. Ze kan in één keer aanvallen. Ja, je kan Makia niet op haar buik aaien. Want dan krapt ze je in één keer. Zo. Maar goed, we gaan even onze dagelijkse schattigheid ophalen bij Milan. Want zoals denk ik iedereen wel weet, Milan die heeft een puppy genaamd Malino. Dat is zijn gamenaam. Ik vind het nog steeds een gruwelijke naam. Is niet iedereen mee eens, maar ik vind hem echt gruwelijk. Dus laten we onze dagelijkse cuteness eventjes ophalen en bekijken. Hey! We komen alleen voor Malino. Hey, Malino! Hey, Malino! Hey! Hoe gaat het met Malino? Hey! Ja, daar zijn de kijkers weer. Daar zijn de kijkers weer. Hallo! 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 Hoe gaat het met jou, hé? Hoe gaat het met jou? Geniet jij nog van je bankje? Hey! Geniet jij nog van je bankje? Ja? Nee, hij leeft nog, de bank. Nee. Nee. Gekkie. Ja, ook hallo. Hi, bro. Ja. Yo. Ja, hallo. Wij zijn er ook, of zeker. Hi. Dus op zich, hallo. Alles goed? Hey, Malino. Hey. Hij plast. Plast. Grapje toch. Ik moet net zeggen, dat kan helemaal niet als hij zo zit. Dat zou je nooit doen bij mij, hè? Nee. Dat vind ik dus echt heel kut om zo te zitten.
Zo beter dan of zo? Ja. Hey. Ja! Ja! Dit is zo'n lekker knuffelbeertje jij. Hé, hey, Marlino, kijk eens in wat ik ga doen. Ha! Ik kom op jouw bank. Heel. Hey. Hij liep de camera niet. Ik moet elke keer als ik... Wow, hij bijt gewoon op de camera. Elke keer als ik Marlino van dichtbij film, dan moet ik daarna de camera schoonmaken. Kijk. Ik heb helemaal niks op de lens gesmeerd wat lekker is. Oh mijn god. Oh. Op de lens. Ja, zo schattig. Ja. Gras op je lens. Ja, dat is niet heel goed voor de lens. Oh kijk, Marlino is aan het vloggen. Ja, je bent aan het vloggen, hè? Ja. De camera's zijn niet meer veilig bij Milan thuis, dus je blijft doen. Hé? Oh. Ja, je krijgt wel aandacht. Ja, lekker, lekker. Oh my god. Dit... Hey, wat? Ik heb de sneeuwvlokjes aangezet. Per ongeluk. Oeps. In ieder geval, Myron! Kom dit even checken. Ik sta op het nieuws. Dit is zo dom. Dit is gewoon echt weer slecht, ja. Slechte research. Ik zag het. What the fuck? Ik krijg het net doorgestuurd van Milan. En ik krijg alleen een foto. Maar ik sta in het AD. En het AD. En daar staat Enzo Knol is dol op zijn nieuwe liefde. Gaat het om dit nieuwsbericht waarin je mij ziet samen met Marlino? En ik tag ook duidelijk Marlino de hond. En als je naar het Instagram pagina gaat van @Marlino de hond, die ik dus heb getagd. Dan zul je dus zien dat het gewoon van Milan is. Meteen al vanaf het begin alleen maar foto's van Milan en Marlino. Hoe komen ze dan bij dat mijn hond is? Ja, hier staat het. Enzo Knol heeft nieuwe liefde. God. Even checken, oh, hoor. Ja. Maar wat, heb jij deze tekst ook gebruikt? Ik dacht dat hier nog iets stond, daarboven. Of had je echt Puppy in the House? Ja, ik had Puppy in the House. Ik had gewoon letterlijk staan wat er inderdaad hier staat. Puppy in the House. Ik ben al helemaal verliefd op Marlino de hond. Check de vlog voor de eerste beeld van de puppy. Wow. Enzo Knol is dol op zijn nieuwe liefde. Wauw. Oké. Okay. Nou, dat dus. Ik heb het nieuws gehaald met de puppy van Milan. Goeie research. Hey. Wow. Oké, okay, nou lachen. Wil jij niet zo snoepen? van mijn lekkere avondsnack. Ik heb een Caesar salad gehaald. En dat sushi is lekker, maar ik raak er niet altijd helemaal vol van. Dus ik heb nu nog een lekkere Caesar salad. Maar goed, ik ga nog even een game video opnemen. Myron, nu zit je te morsen. Nu vind ik het echt niet leuk. Ik wel. Ik ga dan even een gamevideo opnemen en dan ga ik straks lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Hopelijk hebben jullie genoten. Ook van het taartbakken. Uiteindelijk was het gewoon wel weer leuk. Dus heb ik wel weer genoten. Dus doe daar even een blauw duimpje omhoog voor. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!